staat? Dit is één vlag, een veranderde oude Sovjetvlag die ik gemaakt heb. Ik heb er 15 stuks van laten maken tijdens mijn verblijf in Sint-Petersburg in Rusland. Ze zijn dus in Rusland zelf gemaakt en mijn ontwerp was het rood te laten veranderen in zwart en te kijken of dan de betekenis van de vlag nog hetzelfde was, of het nog een Sovjetvlag was, of dat het eigenlijk toch een heel andere betekenis of betekenissen zou kunnen krijgen. Het gaat er mij om, wat zijn vlaggen, wat voor betekenis hebben ze, en dat die belangstelling voor de vlag, en vaak verbonden aan de identiteit van een land, een cultuur, dat heeft mij getriggerd door Cyprus, dat is gescheiden. Je hebt een Turks en een Grieks gedeelte. En er was in het midden, op het neutrale gebied, was er toch een Turkse vlag. En er was een Griek, die vond dat maar niks, een jongen. Die klom de vlaggenmast in en wilde die vlag weghalen. Maar die werd dus door een Turkse soldaat naar beneden geschoten en is later overleden. En ik vond dat vrij dramatisch. Ik dacht van, nou, dus die betekenis van die vlag is zo groot, zo hoog voor deze beide mensen en die beide culturen, dat men daar mensen elkaar voor doodschieten. Een collega kunstenares uit Israël, die heeft ooit eens als een soort reactie op het nationalisme van haar eigen land. Ze is een Israëlische kunstenares. Maar heeft zij nog een radicale performance gegeven en is zij op de Israëlische vlag gaan schijten, poepen. Wat tot gevolg had dat zij, ik geloof, 2 of 3 maanden de gevangenis in kwam. Dus daar was ook weer de betekenis van die vlag zo sterk aanwezig dat er een rechter aan te pas kwam om haar voor deze, ja, misschien wat ongepaste, rare actie van haar, maar toch een kunstenaarsactie, om haar het gevangen in te brengen.